De zeelucht is gezond. Jodium. Ja. Belangrijk. Maar lachen is ook gezond. Ja. Ook belangrijk. En daarvoor hebben we onze volgende gast erbij gehaald. Hele goedemorgen, Hans Solo. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk eens, de West-Vlaamse connectie. Ik zie het onmiddellijk. Wat? De West-Vlaamse connectie, ik zie het onmiddellijk. Nee, ik ben van Oost-Vlaanderen. Ik kom uit Zulten. Ja, maar jij loopt gewoon de straat over en je bent in West-Vlaanderen. Dat is toch? Waar. Dat is waar. Ja. Allee, goed, sorry. Ik ben blij dat ik hier in Oostende ben, zeg. Zo mooi, hè. En ik vind Oostende, ja, die taal hier, dat is echt de koningin van het West-Vlaams, hè. Zo plat dat jullie spreken. Echt wel. Hey, ik ben een strandwandeling gaan maken. Echt, en ik vroeg de weg. Een motor, hoor aan deuren. De massasrictie aan de zij. Hey. Matte. Ja, zo'n beetje. Nee, dat trekt er toch wat op. Jo, dat vrij goed. Fantastisch. Dat is goed. Echt waar, echt waar. En ik heb hier zo'n beetje rond te lopen. En binnenkort zijn het de Oostense harnaalfeesten of zo. Is dat zo? Harnaalkroketfeest. Is dat? Harnaalkroketfeest. Harnaalkroketfeest. Want de Oostense harnaalkroket is erfgoed geworden. Ongelooflijk. Eetbaar erfgoed. Ik wist niet dat dat bestond. Blijkbaar. Ja, ik dacht eetbaar ondergoed bestaat, maar eetbaar erfgoed. Ook. Fantastisch, ja. Zeg. Ja. En ik heb een hele mooie herinnering aan de zee. Zoals? Als kind. Ik ging hier altijd bloemen gaan verkopen aan de zee. Zo van die papieren bloemen. Heb jij dat nooit nee, gedaan? Ik heb dat nooit gedaan. Waarom, doet een mens dat in hemelsnaam? Ja, maar dat is verhaal te verdienen. Dat is, dat is ook erfgoed. Schelpen verdienen. Nee. Het wordt in schelpen betaald. Ja. En dat is ook erfgoed. Wisten jullie dat? Ja, gaan jullie het overpakken? Doe maar. Geen probleem. Misschien moeten we het Ja, mensen willen aanvullen. Ze verstaan het niet thuis. Kwalstaas kan taal. Ik versta er niets van. Een panjeetje. Ja. En wat? Panjeetje. Een panjeetje. Ah ja, is dat? Ah ja, oké. En het hangt er dus vanaf waar dat je eigenlijk de bloemen verkoopt. Hè? In, op welk strand? Bijvoorbeeld in Blankenbergen, daar wordt er betaald met goedkope schelpen. Hè. Dat, schelpen van mossels. En in Knokke, schelpen van oesters. Hè. Zo gaat dat. Okay. Dus dat is een beetje qua niveau. En dan ging zo met een emmer schelpen naar huis, ik weet dat nog. Schoon. En dan zo naast mijn bed daarmee slapen. Mijn dag erachter, rook mijn slaapkamer naar een viswinkel. Ja. Allemaal meegemaakt. Maar ook trauma's meegemaakt hier aan de kust als kind. Als zesjarig kind een meeuwentrauma. Ja. Mijn moeder had het geniaal idee om voor mijn eerstcommunie-zandjes, prentjes... Zandjes. de foto's aan de zee te komen trekken. Dus ik was volledig in pakje naar de kapper geweest. Je voelt het al komen. Ondergescheten. Het was in Bredene en mijn vader stond klaar. En je hebt meeuwen, mooie meeuwen, zo zwart-wit. Maar je hebt dan van die vuile, ruive, bruine meeuwen. Ken je dat? Zo met een halve bek. Die zat... Oh. Okay, en er kwam zo één af. Marginale meeuwen. Marginale meeuwen. Ja, dat is meer in Bredene. Er zit daar iemand van Bredene, sorry. Ja. Pakt iets anders. En echt, jongen, volledig ondergescheept. Het was like een dixiekot over mij. Echt wow, niet te doen. Maar zo van die meeuwenstront, dat is like een lepel mayonaise. Kan je dat zo? Klaar! En we hebben dat er nooit uitgekregen. En trauma's. Nieuwe kleren moeten komen. Trauma's. Trauma's, man. Erg, hè, Maaike? Ja, vind ik wel. Voor een jong kind? Nee, vind je het niet erg? Maar ik niemand had dat toch een stijl? De paracommando-stijl? Ja, zo kan je er altijd, iets van maken. Brugela. Natuurlijk. Over trauma's gesproken, vrienden en vriendinnen. Het 19-jarige schaaktalent Hans Niemann heeft deze week alle kranten gehaald. Ja. Hij wordt beschuldigd van valsspelen. Ja, dat interesseert me wel. Fantastisch, hè. Vind je dat fantastisch? Dan, Mike? Ja, fantastisch, omdat dat is al bezig van in september. Zelf Elon Musk heeft er iets over gepost. Op zijn Twitter. En over wat niet. En ongelooflijk. Dus hij heeft vals gespeeld en heeft eigenlijk gewonnen. Hij is 19 jaar tegen de wereldkampioen. Twee keer gewonnen, één keer online. Dat kunnen we nog zeggen. Vals spelen is misschien makkelijker. Maar ook live. En de wereldkampioen beschuldigt hem van valsspelen. En hoe? Aan de hand van seksspeeltjes die je op afstand zou kunnen bedienen. Trilling. Kent er dat iemand? Zo van die mevrouw, ken jij dat? Nee, nooit. Over naar Maaike. Nee. Dat is heel tof. Hè. Als je naar een saai familiefeest bent, dat is like een bakje, like de televisie. Hè. En je kunt dat dan bij je partner inbrengen. En dan kan je partner, als het een saai gesprek is, dat aanzetten. Dan begint dat te trillen. Maar dat is toch ook veel oefeningen? Want dan vraag ik mij af, als je zo'n seksspeeltje net, wat wil dat dan zeggen? Eén keer trillen
is in voor u, twee keer trail. Maar dat is lijkt een morsecode, zo. Dat zit je toch heel die wedstrijd. Spring met zo. Kan je het nog eens herhalen, alsjeblieft? Dus de zender moet ook... Maar pas op, spring met uw paard over de loper van links. Maar dat is niet moeilijk. Maar je zou dat hier ook kunnen gebruiken. Hij als presentator. Ja, maar ik zie hier constant mensen zwaaien. Dat is hier live. En je kunt dat dan zo, inbrengen. Zo. En dan krijg je een trillingske van... Nog één minuut bijvoorbeeld. Of... Afronden, ik Ruben. Ik voel precies iets trillen. Je kan hem allemaal gaan bekijken. Ook speeldata te zien op hansolo.be. Tot de volgende keer, Han Solo. Merci.